Het is vandaag vrijdag. Zo, wat is dat wennen met je ogen druk. Dus, nou ja, ik kon er toen al niet mee slapen. Oh, daarom hebben ze hem verlaagd. En, ik heb dus vannacht ook bijna niet mee geslapen. Nou, mijn ribben zijn helemaal te voelen. En ik ben natuurlijk het laatste stukje zonder masker in slaap gevallen. Waardoor ik nu dus heel, nou ja, zo vermoeid ben en eigenlijk te laat ben met zwemmen. Ik dacht van, ik ga ook niet. Ja, je gaat wel. Nee, je gaat niet. Ja, je gaat wel, want je moet 3 keer en je bent maandag niet geweest, dus je moet. Dus, heftig. Heel heftig. En de behandeling van de fysio is ook nog heel duidelijk te voelen. Dus, ik voel me niet echt prettig. Ik hoop zometeen wel. Dat is heel apart. Ik ben wat aan het inspreken over een video. Die deur die staat daar altijd vast. Kan ook niet dichtbij, want hij staat altijd vast. Er loopt niemand en de deur gaat dicht. Ik moet denk ik in mijn bubbel blijven. Zie ik maar als teken dat het is. Wauw, wat bijzonder. Wauw, wauw, wauw. Er gebeuren mooie dingen. Willemijn, nog super bedankt voor gisteravond. Maar dit is natuurlijk mijn waterval. 3 à 4 keer in de week. En dan met je oren onder water. Ik begrijp nu waarom ik zo gek ben op water. Dankjewel. Ik ga dan even door met bijzonderheden. Eerst die deur uit het niks dichtging en dan nu die waterval. Daar waar we gisteren over hebben gesproken in de workshop van Willemijn Delven. Te bizar. Ik ben heel benieuwd wat mij vandaag nog staat te wachten. Maar ik denk een hele hoop. Zo, dat was nu heel lekker. En heel bijzonder naar die workshop van gisteren en naar de healing sessie. Alleen met de healing sessie kwam ik moeilijk doorheen. Die heb ik al 3 keer opnieuw afgeluisterd. Maar ik had gewoon een hele pittige nacht door die nieuwe stand van mijn slaapmasker. Dat is echt verschrikkelijk. Toen kon ik niet mee slapen, maar nu nog steeds niet. Dus dat is weer heel erg wennen. Maar wat ben ik blij dat ik toch dat laatste setje aan mezelf heb kunnen geven. Al is die heel zwaar om de deur uit te gaan. Dus ja, ik ben lekker geweest. Nee. Gaan we lekker spelen? Ja. Even die snel in de ren en... Moet wel ontbijten, maar dat gaan we straks wel doen. En ik zet even hun in de ren. En ik ga aan mijn leuk apparaat liggen en hoop dat ik slaap. Nou, ik had natuurlijk mijn kaafjes in de ren gaan even denken hoor. Ja, die heb ik terug gedaan. Want ik lag onder mijn apparaat en ik viel wel bijna in slaap. En toen kreeg ik een berichtje van mijn moeder dat ze boven in bed ziek lag en of ik wilde komen. Maar ja, ik heb geen sleutel meer van mijn huis. Die heeft mijn dochter. Want ja, ik kon jaren de deur niet uit. En zij had toen nog geen sleutel. Maar ja, het is nu niet handig. Dus mijn vader is net even, ja, wij noemen het de garage. Dat wat van hem vroeger was. Dus dadelijk even de sleutel. En dan ga ik naar mijn moeder. Nee, het is geen Texaco shop meer. Ach, daar heb ik gewoon. Dat kan ik zien. Nou ja, dat ik getrouwd was, heb ik daar gewoond. Waar die meneer op de lade stond. Ik heb de sleutel, maar ik heb toch maar even mijn jas aan gedaan. Want ik heb het sterren beschouwd. Maar ik heb ook blote benen en mijn haren zijn natuurlijk nat van het zwemmen. En ik ben moe. Dus ik denk dat dat ook allemaal meespeelt. Maar even te denken, hoe kan ik het snelst naar mijn moeder toe? Is het inderdaad langs het strand of is het overal hopsepop, binnen, door, tussen de door? Ik ga
boulevard, want er is vandaag een hippiemarkt. Kijk, met een paar onze bekende hotel is het goed. Ja, ik had toch maar even... Nou ja, ik denk dat het 2 minuten opruimen is, denk ik. Maar ja, dat is toch wel mooier om de zee ook aan jullie te laten zien. Er staan we allemaal bedjes op het strand, als je me trouwens hoort. En ik weet nog niet hoe mijn timelapse gelukt is, want ja, normaal moet je het volgens mij op een vast ding neerzetten. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gelukt is. Maar ik ben wel even blij dat ik over de boulevard rijd om even uit te waaien en even op te laden voor energie voor mijn moeder. Want mijn dag gaat even anders dan ik zelf in gedachten had. Ik wilde gaan schilderen. Maar dat geeft niet. Ik ga er nu heen en ik ben er. Bijna. Zo, en we gaan weer naar huis. En het is nu 5 uur. Ja, ik ben de hele dag gebleven. Hoe laat ging ik daarheen? 11 uur, denk ik. Ja, ze heeft alleen maar geslapen, dus ik heb haar dan wakker gemaakt voor haar pillen. Voor de insuline spuiten en uit zo'n brekerzakje dat ze een beetje kan slurpen om wat te eten. En zodra ze dat gedaan had, viel ze gewoon weer in slaap. Was ik met Willemijn Welte met een hele mooie workshop voor haar bezig. En die ga ik nu nog even voortzetten in mijn bad. Ja, als hij toch buiten staat, ga ik er nu natuurlijk nu in zitten. Ja, hè? Waarom ook niet? Hij staat er nou toch. Het is zonde om het niet te doen. Er zit zo'n chloording in, dus het kan geen kwaad. Water kan een paar dagen staan. Het is droog, dus ik ga lekker schrijven. Het is heel irritant als je jeuk in je neus hebt. Oh. Hij is zo sterk dat hij de ribben ook niet. Oh. Nu moet ik mezelf overgeven. Dus niet alleen aan het universum, ook aan dit ding. Dus ja, hier heb ik al staan wat klaar is, wat ik niet meer nodig heb. Hier had ik dus al dingen opgeschreven. Ik denk, dan schrijf ik het op en dan laat ik het los. Niet uit mijn hoofd te krijgen, maar dat kwam ook. Ik kwam in één keer, nou ja, hier zie je dus. Kijk, mijn setting. Dit kan dus niet verder naar beneden draaien. Ja, of dan moet ik hem denk ik omhoog doen. Nee, je kan alsnog niet, want je zit hier achter. Ik snap dat dus niet. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag. Oh, heftige nacht. Maar ja, dat hebben jullie gezien, want ik was om 4 uur nog wakker. Toen ben ik gestopt met mijn schildervideo op te nemen. En nu denk ik, oh, is het nu niet mooi in mijn daglicht? Zal ik het opnieuw doen? Nee, ik ga het niet opnieuw doen. Nee. Ik ga nu ook niet filmen trouwens, want dan, ik kan nu niet een kwartier zitten voorlopig. Hey poppies, goedemorgen. Kijk eens, ja, hier, 1. En dat is, hier, hou die. Dat is, wat doe je nou daar? Wat is dat nou? Oh, hij zoekt voor mijn mobiel, denk ik. Nou ja, in ieder geval, die zit in de ren. Kijk eens, hey. Kijk eens, mijn eigen aardappels. Hé, hey, dat is toch wel leuk. Hé, hey, oh, daar gaat er alleen. Nou ja, dan moet aan die andere een heleboel zitten. Maar ja, ik weet natuurlijk niet wanneer je aardappels kan rooien, zoals het heet.
Maar, oh, hier heb ik een krieltje. Kijk nou, mini aardappeltjes. Maar hier zitten toch wel aardige jetjes aan. Maar ja, nogmaals, ik nam het in beslag. Ja, ik haal ze natuurlijk wel eraf, hè. Ik ga natuurlijk wel mijn eigen aardappels eten. Zo, mijn eigen aardappeloogst. Ik heb ze toch maar eruit gehaald, want mijn hele tuin werd overgenomen. Wat een groen geven die. Maar ze zijn wel leuk. Nou, benieuwd hoe ze smaken. En wat gebeurt er als we het hier rechtop zijn? Dan gaat Diana bezweten als een gek. Helemaal nu die druk hoger is. Ik ga weer 5 kwartier liggen. En dan ga ik in mijn bad liggen. Want dan zit er genoeg zon. Kijk maar. Ik word hier zo intens gelukkig van. Echt een vakantiegevoel. En de zonnescherm. En bad buiten. Kijk. Tada! Yes! Kappie! Je hebt het nou door dat je beter hier gaat staan. Hè? Want je broer laat je er niet tussen. Al heb ik gezien dat jij ook je broer nu begint te dingen. Zo, kijk eens, Houdi. Nou, dat is lekker. Goed zo. Nou, die zitten weer in het hok. Nee, zo is het genoeg, schat. Moet je nog een stukje? Daar ben ik weer, met Willemijn Welte. Ja, sorry, ik ben groot fan van haar, net trouwens als van Lorenza. Maar hier, nu, pre-order het boek Manifesteren kun je leren. En je krijgt deze 4 bonussen, die ik natuurlijk nu in mijn bad ga beluisteren. Zolang het nog kan, genieten. Zo, de gloording eruit. Zo, de blaadjes eruit halen. Maar dan lijkt mijn water goed. Hoef ik het niet elke keer te verversen. Oh, hier heb ik nog genieten, nu ik zo lang nog kan. Goedemorgen, het is zondag. Gisteren nadat ik het bad uitkwam, denk ik het allemaal een beetje kwijtgeraakt. Ik ga een kopje thee zetten, een ontbijtje maken, de kavia's in de ren doen. En de grote gezinsvlog kijken. En dan hoop ik dat het zo blauw blijft. Hoop ik. Ja, dat is wel jammer van het huis dat het zo lelijk is. Maar oké. En dan hoop ik dat het deze bureau de gordijnen dicht. Want anders krijg je die warmte binnen. En nou hou ik hem lekker buiten. Kijk. Gaat de betere kant op. Heb ik de tussenfase eigenlijk al gefilmd? Weet ik niet. En ik moet dus nog een heleboel uitzoeken. Ja, een aantal dingen. Elke als ik naar boven ga, zoals nu, wil ik de Shein kleding passen. Dan rommel ik een klein beetje. En dan gaat hij weer dicht. Maar het gaat beter op. En dan ga ik hier lekker liggen. En aangezien het buiten mooi weer is en ik in mijn badje wil liggen, want kijk, die is bijna ja, zo goed als helemaal in de zon. Dus daar ga ik op liggen. Ik heb het druk met editen, maar dat gaat niet in de zon op je laptop editen. Dat heb ik geprobeerd, dat lukt niet. Dus ik ga gewoon zo lang mogelijk in mijn bad zitten, want vanaf morgen is het weer 17 graden en regen en dan kan hij weer weg. Zo, we gaan weer even heerlijk genieten nu het nog kan. Nou, ja, ik ben weer bezweet. Het is s'avonds al 10 uur. Ik heb wel vanmiddag heerlijk in mijn bad gelegen. En daarna ben ik naar binnen gegaan omdat ik gewoon in bad al een uur had geslapen. Want ineens was de klok een uur verder. Ik lag gewoon tegen die rand. Maar ja, het is nu slapen zonder masker. Dat houdt dus in dat ik gewoon nog moeier wakker werd als dat ik niet had geslapen. En toen ben ik naar binnen gegaan om mijn masker op te zetten. Maar toen ben ik in slaap gevallen zonder mijn masker. Dus was ik nog moeier. En toen kwam het vrouwtje eten brengen. Die is eigenlijk gezellig een tijdje gebleven. Goedemorgen. Het is maandag. Ja. En ik ben aan het oefenen
om een intro te maken. Maar ik ga hem niet opnieuw opnemen, want ik moet nu opschieten, want ik wil naar het zwembad. En het is 7:55. Ik was wel al eerder wakker hoor. Maar dan is het zo lekker om die wekker nog even liggen. Oké, nog heel even dan. Oké, nog heel even dan. Ja, en dan moet je toch wel een soort van haasten. Maar het is koud. Het is gewoon echt herfst al. Oh, het idee dat je zo lang moet wachten tot het weer voorjaar wordt. Oh. Het is wat het is. En ik ga lekker naar het zwembad. Ik ben iets eerder het zwembad uitgegaan. Ik dacht in 9 uur die meditatie. Ik kreeg dus steken in dat oor. En toen dacht ik, steken in het oor, 9 uur meditatie. Signaal? Nadat mijn hulp weg was, ben ik inderdaad dus in slaap gedonderd. Nou, heb ik eerst met mijn masker geoefend, laat ik het daarop houden. En ik ben in slaap gevallen. Ik weet niet meer hoe ik het masker af heb gezet, maar ik ben dus wakker zonder masker. Dat die vrouw kwam vandaag weer eten brengen, gezellig. Dus daar sloeg ik eigenlijk wakker van, zonder masker. Dus ik was echt helemaal stuk, maar er is gezellig gebleven. Alleen, de caviaren was vanmorgen leeggehaald en gezogen. Dus die heb ik net even neergelegd. Ondertussen heb ik mijn eten in de pan met olie. Piepjongen, vind ik zo lekker aan het opwarmen. Ben ik de dingetjes in de ren terug aan het zetten. Nou ja, ik weet niet of je het ziet. Ik ben gewoon alweer helemaal bezweet. En dat vind ik... Nou ja. Die stand moet weer omlaag. Want dit is gewoon geen doen. Omdat ik nu elke keer echt slaap zonder masker. En dan is het eigenlijk, word je dus moeier wakker. Want mijn lichaam, als ik slaap, werkt mijn lichaam nog harder als ik geen masker op heb. Dus dit is het ook niet. Maar ja, die andere stand was weer te laat. We gaan het zien. In ieder geval, nu gaan we kaasjes in de ren doen. En dat is altijd heel leuk. Kijk maar. Kijk. Ja, daar hoekje kom ik net een stuk kort met het tafelkleed en hun hok, dus dan laat ik deze staan. Nu heb ik die slurf waar ik normaal die dingen in heb zitten, heb ik eruit. Nu heb ik zo'n ding ook omgekeerd, want dan kunnen ze daar lekker op wiebelen. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. Ik moet vreselijk haasten. Ja. Ik was ruim op tijd wakker. En ik dacht, ik ga niet. Ik ga gewoon niet. Het lichaam is zo pijnlijk dat ik... Het is wel wat na... Oh, mijn ogen zijn ineens open. Wat nader als je niet makkelijk kan sturen in, om de scootmobiel weg te krijgen. Volgens mij blijft die factor 50 echt heel lang in mijn wenkbrauwen zitten. Ja, maakt niet uit. Ik ga natuurlijk naar het zwembad. En het is wel heel heftig om me nu naartoe te slepen. Nou, omdat hij opgeladen is, gaat hij niet harder naar Bali. Kijk, zie je? Want de trein, ik sta niet eens voor de bomen te wachten. De trein rijdt hier. En het liefst ben ik eigenlijk, voordat de trein komt, ben ik er overheen. Een enkele keer sta ik wel eens... Dan ben ik net de laatste taak voor die slagbomen te wachten. En nu rijdt hier, wat wel inhoudt, ik hoef niet voor die bomen te wachten. Ik kan nu in één keer doorrijden. Dus 10 minuten heb ik dan maar wel bespaard, moet ik dan maar denken. Godzijdank gaan voor de Zandvoorts en Zandvoorts ondernemers de Grand Prix wel door. Het enige is wel in afgevlakte vorm. Dus volgens mij is het... Morgen, dat als je een kaartje hebt, dat je hoort of je erbij bent. Want er mogen maar 2/3 van de mensen komen. Ze mogen tenminste komen, maar ja, wie wel en wie niet. Dus dat wordt maar wat. Daar is die hier. Alleen, er schijnen er meerdere erin te zitten. Ah, daar zit er ook nog één. Ja, maar deze komt elke keer heel nieuwsgierig kijken. Jij bent die mensenschuw, hè? Nee, goed zo. Nou, het was op zich wel lekker het zwemmen. En ik vond het wel heel leuk. En dan moet ik even oversteken.
Ik vond het wel heel leuk dat het er was. En Toet, kijk eens goed. Die is ook sinds kort mijn vlog. Dus Toet, ik ben blij dat ik jou even in het gewater heb gezien. Ja, en om nou te zeggen dat het echt lekker weer is om in je blootje onder je jas naar huis te gaan. Nee. Maar ja, ik kon het niet opbrengen. Nou ja, ik had mijn stok niet. Dus ik reed het gewoon niet onder die douches heen te lopen. Dat ging gewoon niet. Dus ja. Oh, dus ik blijf maar met mijn gloorlichaam zitten. Want ik red het ook niet om vandaag thuis te douchen met boven te gaan. Dus dat wordt de bodylotion opmaken op mijn lijf. Ik ben wel blij dat ik gegaan ben hoor. Maar in de maand augustus geven ze dus dat floatingles of zoiets aan mensen in het park, aan gasten. Dus dan kan je een half in het wedstrijdbad, want dat doen ze in dat bad. En dan moet je dus wisselen. Maar als dan het golfbad open is, nee, het gaat open zo'n half uur open. Het gaat is, nou ja, in ieder geval op dinsdag is dat in de maand augustus. Dus ik denk dan nog twee keer. Dus op dinsdag ga ik niet, want ik vind het echt te zwaar het water in en uit. Dat doen we niet meer. Maar ik zat... Ja, ze wordt echt snel groot. Zo blij met de box. Elke keer hoor, maar wauw. Dit vind ik echt een heel fijn cadeautje voor mezelf. En voor wat erin zit, wauw. Mijn nieuwe hulp, die vroeg of ik werkazijn had. En dat valt me nu pas op. Ik zie niet waarom. Alle kalk is eruit. Daarom had ze werkazijn nodig. Wauw. Dat is fijn. Yep. Ja, ik zie er ook niet uit. Dat begrijp ik. Want ik wilde vanmiddag al slapen. Maar toen ben ik gaan... spelen met Canva om dus een nieuwe intro en een outro te maken. En dat is inderdaad wel gelukt. Dus ik nog steeds zo, maar toch wakker blijven. En toen had ik net een hele bijzondere avond met Marcella, heel onverwacht. Dat was zo fijn. En toen moest en zou ik toch naar boven voor mijn pigmenten. Nou ja, en dat heb ik dus gedaan. En nu is het 1:15. Morgen hoef ik dus niet zo vroeg op om te zwemmen, maar ik moet wel op tijd op, omdat mijn moeder naar het ziekenhuis te moeten. Dus dat was niet echt slim om dat weer te doen, maar het moest. En het is nog gelukt ook. Tadaa! Dus dat is echt een super gevoel. Ook het gevoel met Marcella, echt. En ik weet dat je kijkt, Marcella. Wat een bijzondere avond. Dankjewel. Het was heel emotioneel. Het was gewoon te bizar wat bij mij vandaag gebeurd is. En dan bij haar die in Zuid-Limburg gebeurt. Aan bepaalde dingen denkt, manifesteert en ik doe hetzelfde. Terwijl het niet van elkaar wisten. Echt wauw, wauw, wauw. Dus ik ga je binnenkort zien. Doei lieverd. En jullie tot morgen.